Ik ben 2 jaar geleden ruim depressief van de werkvloer afgekomen. Hoe lang zit je al in de bijstand? Oh, heel lang. Sinds ik mijn nek heb gebroken in 2006. En zou je graag aan het werk willen? Ja, in principe wel natuurlijk. Ja. En ja, ik begin zo onderhand fit genoeg te worden en ja, ik wil graag weer wat doen. Ja, en toen kreeg jij in één keer een brief op de deurmat of je mee wilde doen aan dit vertrouwensexperiment, zoals het heette. De overheid toch gaan kijken van hoe kunnen we mensen makkelijker uit die bijstand krijgen. Wat voor steuntje in de rug hebben ze nodig? Wat voor steuntje heb jij nodig dan om uit die bijstand te geraken? Ja, ik denk dat ik gewoon een stukje maatwerk coaching nodig heb. Gewoon iemand die een stukje meekijkt, met je praat. Wat zou kunnen, wat zou passen, hoe kun je je beter profileren. Gewoon constructieve tips. Want het is nu niet dus? Nee, het is, ik kan mijn case manager met moeite te pakken krijgen. En ja, die lijkt een beetje overwerkt en niet de volle tijd en aandacht voor mij te hebben. Ik ga meedoen aan het experiment omdat het wel leuk lijkt iets nieuws te proberen. En de case manager nu, daar kan ik niet mee doen, een deur. En daar komt niks van terecht. Dus ja, dus doen we dit. Even terug naar het experiment. Hè. Ze willen eigenlijk kijken hoe ze mensen kunnen motiveren om uit die bijstand te komen. Ja. Dan hebben ze 4 groepen gemaakt. Bij 1 groep gebeurt er niks. En bij de andere krijg je wat extra speelruimte. Bijvoorbeeld je mag wat meer bijverdienen of je krijgt een extra coach. Ja. Op welke hoop jij? Ik loop op groep 1 natuurlijk. Dat ik gewoon mijn eigen regie in handen heb en daardoor een baan ga vinden. En dan, Want dat is groep 1, omschrijf eens. Groep 1 is dus dat je dus de regie helemaal zelf in handen hebt. En dat je dus binnen 2 jaar een vaste baan vindt. En dan die bonus krijgt natuurlijk. Dat zou heel leuk zijn. Wat voor bonus is dat? Weet je hoe hoog die is? Dat is rond de €2.300. Ja. Maar dat zou dan het maximaal zijn. Dus ik weet niet hoeveel dat berekend gaat worden, maar... En dat is het steuntje in de rug wat jij wel kunt gebruiken. Ja, tuurlijk, kan ik wel gebruiken als ik in de bijstand zit, natuurlijk. Wat hoop je er straks uit te halen? Want het experiment duurt 2 jaar. Waar sta je over 2 jaar, Gijs? Er is zo meer informatie gegeven. Het is zo'n vaag project nog. Het is nog helemaal niet tastbaar. Dus ik verwacht er niks van, maar ik verwacht ook geen tegenslag of wat dan ook. In ieder geval verwacht ik dat er 2 jaar lang in ieder geval op een andere manier... gekeken wordt van wat kan wel, wat kan niet. Of wat kan verbeterd worden en wat niet. Ja.